Hallo allemaal, ik wil jullie vandaag laten zien hoe je de Sweet Pea van Heartfelt Creations in elkaar zet. Het is een andere bloem om te maken dan de normale bloemen van Heartfelt, omdat die op een andere manier gevormd wordt. En ik hoop dat het goed gaat, want het is het eerste filmpje en het is even afwachten, maar we gaan ervoor. We gaan beginnen. Ik heb de bloemen gestempeld en uitgesneden. En dan ga ik ze op kleur brengen. En dat doe ik met de Archival Inkt Magenta Hue. Daar is die ook mee gestempeld. Oh, wacht, ik heb de fouten. Dat was de vorige bloem. Ik heb hem gestempeld met de Rose Madder, dus die moeten we ook hebben. En dan gaan we beginnen. Ik neem wat inkt op mijn blending brush en zet aan de kant van de bloem de Rose Madder aan. En dan draai ik hem om, de andere kant ook. En dan laten we het midden, laten we wit. En dat doen we met het andere gedeelte van de bloem ook. Ik zet hem aan de kant aan. En met de blending brush kun je heel gemakkelijk de inkt blenden. Zodat je geen dikke vlakken krijgt. Maar dat het mooi in elkaar overloopt dadelijk. De laatste. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de bloem in één kleur te doen. Dat is wat je zelf mooi vindt. Als ik dat heb gedaan, maak ik even mijn blending brush schoon, zodat ik de andere kleur kan nemen. En dan neem ik de T-Rose. Ik heb hem nou van Make Art van Ranger, omdat ik hem van Archival niet had. Maar ja, je kunt hem natuurlijk ook van Archival pakken. En dan neem ik daar wat inkt mee op. En daar kleur ik het middengedeelte van de bloem mee. Zo, en de volgende. En dat hoeft echt niet heel precies. Je kijkt gewoon dat er wat op zit en dat je het zelf mooi vindt. Zo, en de volgende. Tot nog toe is het allemaal heel simpel. Dit is echt niet anders als de andere bloemen. Zo, dat is dat. En dan heb ik ze hier dus al voorgevormd. Die zijn op zijn kop in de shaping mold geweest. Ik zal even kijken waar die is. Ik heb ze dus met de kleurkant naar beneden gelegd. Kijken of ze klein is. En dan nat gespreid.
Dus gewoon iets nat gespreid. Nog een laagje erop. En toen heb ik hem door de machine gehaald. En dan krijg je dus dit. En dan, ik moet nog even mijn lijnpistool aanzetten. Dat is natuurlijk niet handig, want die is dus nog niet warm. Maar dat komt allemaal goed. Zo. Nou staat die aan. We gaan toch eerst de bloem in model maken. Wat we dan gaan doen. Je kunt de bloem op twee manieren vormen. Je kunt ze zo laten. En dan in model brengen. Maar je kunt ook iets extra's toevoegen. Als je hem zo laat. Dan kun je hem ook op twee manieren. Maar die is natuurlijk nog niet warm. Nou, dan ga ik eerst die andere laten zien. Je kunt hem zo laten en in elkaar zetten en je kunt hem vormen. Wat doe je dan? Je pakt je golftool. Je zet hem zo tegen de bloem aan. Je vouwt hem dubbel. Haalt hem eruit. Zet de golftool tegen de zijkant. Rolt hem om. Draait de bloem om. Is het te zien? Aan de andere kant doe ik hetzelfde. En dat doe ik bij deze blaadjes ook. Ik duw ze naar binnen. En ik rol de zijkanten om. De andere kant. En deze hetzelfde. Naar binnen. En omrollen. En dan krijg je zoiets. Het ziet er nog niet uit, maar het komt allemaal goed. Dat doe je met deze hetzelfde. Je rolt hem, je vouwt hem om de golftool heen. En rolt de zijkanten om de golftool heen naar buiten. En hier hetzelfde. En dan heb je dit. En zo doe je dat met de kleinere bloem precies hetzelfde. Om de golftool heen. Naar buiten vorm rollen. Deze kant naar buiten. Die eromheen. Naar buiten rollen. Nog eens naar buiten. Deze dubbel vouwen. Omrollen. Nog eens omrollen. En die is klaar. En met dit gedeelte van de bloem precies hetzelfde. Je kunt ervoor kiezen om de achterkant van de bloem ook te kleuren. Als je hem omrolt, zie je hem eigenlijk niet echt als je hem opplakt. Anders wel, maar ik ben het gewoon vergeten. Dus daarom heb ik het niet gedaan. Dan zal nou mijn lijnpistool warm zijn. Als het goed is. We zullen eens even kijken. Ja. Wat je dan kunt doen om de bloem te maken. Laat je de bloem zo en rol je hem niet om. Dan heb je dus de mogelijkheid om de bloem ja, hij doet het dus heel goed. Je zet hier wat lijm en je zet daar wat lijm in het midden van een blaadje. Dan pak je hem en het is eigenlijk wat te veel. En dan druk je ze tegen elkaar aan. En dan hou je hem even vast, totdat hij goed vast zit. Wacht, dat veeg ik even af, want dat vind ik niet mooi. En dan pak je
de bloem zo. Dan doe je op dit gedeelte ook wat lijm. En dan doe je natuurlijk iets minder, want anders gaat het fout. En die zet je op dezelfde manier, druk je die tegen deze bloem aan. Ik zal hem zo houden, dan zie je het beter. Even vasthouden. Dus je vouwt hem eigenlijk gewoon naar elkaar toe. Bij deze kun je het heel goed zien. Je doet hem dadelijk dus eigenlijk dubbel en je drukt hem zo tegen elkaar aan. En dat doe je bij die bloem hetzelfde. Ik zal wat minder lijn pakken. Dan druk ik hem tegen elkaar aan. En dan is die klaar. Dan, wacht jullie. Dan neem je deze bloem erbij. En deze, eigenlijk die met die twee blaadjes, die komt onder deze twee kleine blaadjes. Dus je zet hem zo, zo er tegenaan. Je doet wat lijm in het midden. En dan druk je hem eigenlijk met dat middengedeelte in het andere middengedeelte van deze bloem. Druk je hem tegen elkaar aan. En als hij vast zit, zit hij vast. Dus dan krijg je in feite dit. Dit is de makkelijkste manier om de bloem te maken. Ik zal er nog eentje doen, dat jullie het goed kunnen zien. Even kijken, wat heb ik zo nodig? Dus ik doe hier wat lijm, en hier wat lijm. Dan pak ik ze, en dan druk ik ze tegen elkaar aan. Dat zeg ik even weg. En dan hou ik ze even vast, totdat die droog is. Dan doe ik met dit hetzelfde. Ik doe daar hier iets lijm in. En ik druk hem zo tegen die bovenste twee blaadjes aan. En dan hou ik hem even vast, dat hij droog is. Kijk of hij droog is. Ja. Kijk, en dan krijg je aan de achterkant zo'n frommel. En dat is de bedoeling. En deze doen we in het midden wat lijm. Die pakken we. Houden we zo tegen elkaar. Houden we even vast. En dan heb je hier ook een frommel. Ja, zetten. En dan doe je die frommel in het midden van dat blaadje plakken. En dat is eigenlijk wat je gaat doen. Dus ik doe daar wat lijm. Dat heb ik zo. En dan plak ik hem hier erop. En dan hou ik hem even vast. En dan is mijn bloem klaar. En dan kan ik hem natuurlijk nog een beetje in model gaan brengen. Ik haal de blaadjes wat omhoog. En ik duw ze wat in model. Want ik hou niet van zo'n plodding. En bij deze doe ik hetzelfde. En dan kun je dan natuurlijk voor kiezen om hier in het midden bijvoorbeeld nog wat prils te doen of een knopje erop lijmen. Wat je zelf wilt. En dan
deze is een beetje minder mooi. Dat kan natuurlijk niet. Oh, die gaat. Ah, die zit daar niet vast. Zo. Even een beetje frommelen. Dat hij een beetje bloem wordt. Dat is al beter. Want ik denk altijd dat een bloem perfect moet zijn. Terwijl dat een bloem nooit perfect is in het wild. Nou, en dan kunnen jullie het zien. Als je wat dichterbij houden, ik weet niet of je het dan kan zien. Heb je dus dit. Dan is er nog een andere manier. En die vind ik persoonlijk veel leuker. Omdat je een hele andere bloem krijgt. Dat is dus deze, waar we de randjes van hebben omgebuigd. Wat ga je dan doen? Je duwt hem in het midden naar beneden en dan pak je hem hierachter vast aan de onderkant. En dan ga je frommelen. Je gaat hem bij elkaar duwen, dat je daar zo'n puntje krijgt. En het maakt niet uit hoe je frommelt, als die maar hier tegen elkaar gezet wordt. En dan zie je dat die bloem gelijk heel anders uitziet. Dus we doen hem een beetje open. We doen in het midden een heel klein beetje lijm. Dat is wel heel lastig. En dan druk je hem weer beneden in elkaar. En dan houd je hem even vast. Totdat hij vast zit. Ja. En dat is eigenlijk wat je met deze ook doet. Je duwt hem naar beneden. Je pakt hem zo vast en dan ga je knijpen. Totdat je daar ook zo'n puntje hebt. Dan doe je hem een beetje open. Zet daar een heel klein beetje lijm tussen. Drukt hem weer in elkaar en dan zit hij dus al vast. Dan is hij dus zo. Dan nemen we deze erbij en die zetten we op dezelfde manier in elkaar als de vorige bloem. Deze twee blaadjes komen in deze twee blaadjes. Dus hij komt zo in elkaar te staan. Dus ik doe hier in het midden wat lijm. Ik pak hem hier aan het frommeltje vast. En dan druk ik deze in die andere. En dan hou ik hem even vast, totdat hij goed droog is. Als je te vlug bent, valt hij uit elkaar. Dat is dus ook al gebeurd. Nou, dan zal hij wel. En dan kun je ervoor kiezen om hem nog een beetje bij te buigen. Wat je wil. Vind je hem mooi, laat je hem gewoon zo. En anders kun je dus die blaadjes nog een beetje bij elkaar buigen. En dan krijg je dus zo'n bloem. Dus die is eigenlijk heel anders geworden dan, oh ja, ik heb ze goed, dan deze bloem. En dan is het natuurlijk, ja, de keuze, wat vind je makkelijk om te doen en wat vind je het mooiste. Dus dat is heel persoonlijk, vind ik tenminste altijd. Ze zijn alle twee mooi.
Het is net waar kies je voor. Ik vind zelf deze iets eleganter dan deze. Maar als dat je niet handt, dat het ja, te lastig is, dan moet je het zeker niet doen. Dan kies je voor deze bloem. Want die is ook echt heel mooi. Dan doen we er nog eentje. Dat is dus die kleinere. Die doen we dus in feite hetzelfde. We knijpen hem beneden bij elkaar. Met die kleinere kun je niet met twee handen. Dus even een beetje frotten. Maar het komt allemaal goed. Moet je maar denken. Het hoeft ook niet perfect. Want een bloem is niet perfect. Ook niet in de natuur. Maar ik denk altijd van wel. Heel stom. Maar ik heb hem wat gefrommeld. Ik doe er een klein beetje lijm aan. Want ik doe normaal te veel. En dan komt hij er allemaal uit. En dan komt hij er even goed uit. Dus ik veeg hem even weg met mijn vinger. En dan hou ik hem even vast. En dan is die klaar. Dan doen we met dit gedeelte exact hetzelfde. We knijpen het bij elkaar. Dit is trouwens een techniek die je even moet oefenen. Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker dat het wordt. Want in het begin is het echt klooien totdat je hem goed hebt. Maar het komt allemaal goed. Dan haal ik hem even uit elkaar. Daar een klein beetje lijm passen. Dan druk ik hem weer in elkaar. Ik houd hem even vast. En dan doe ik daar hetzelfde mee. Deze komt dus weer onder deze twee kleine blaadjes. En die gaat er in het midden in. Dus ik doe wat lijm. Ik plak hem erop. Ik houd hem even vast, dat hij goed vast zit. En dan heb ik dus dit. En dan heb ik die een beetje plat gedrukt. Dus ik doe ze even een beetje in model. Want dat vind ik dus niet mooi. En dat was het. Eigenlijk. Als je weet hoe het moet, valt het dus heel erg mee. En dan kun je er nog voor kiezen om deze bloem, die manier hoe je hem in elkaar zet, dus ook de randjes te krullen. Dat heb ik ook geprobeerd, dat is ook heel leuk. Dan wordt hij gelijk anders. Dus heb ik er twee? Nee. Dus ik vouw hem weer dubbel. Ik krul de randjes. Deze hetzelfde. De randjes naar buiten. Oh, hier is die. Ook weer dubbel. Randjes omvouwen. En klaar. Dan doen we in het midden van deze bloem naar beneden maken we een V'tje. Dan gaan we daar naartoe. Dan plakken we die twee tegen elkaar aan.
dan doe ik heel wat lijm in. En die druk ik er ook tegenaan. Even het overtollige wegvegen. Vasthouden. Dan doe ik hem even een beetje weer in model. Want ik heb hem een beetje plat gedrukt. Kijk, zie je? Dan heb je dit. Dan doe ik hier in de midden een beetje lijn. Dan vouw ik hem tegen elkaar aan. En dan laat ik hem even drogen. Het heeft altijd even tijd nodig voordat het met het lijmpistool goed vast zit. Nou, dan doe ik hem weer een beetje bijvormen. Dat gaat ook dadelijk nog. Dan doe ik in het midden wat lijm. En dan zet ik hem erin. En dan hou ik hem even vast. Ups, zitten blijven. Zo zit hij vast. Even een beetje. Ah, hij zit nog niet helemaal vast. Kijk. En dan heb je dus evengoed op diezelfde manier twee verschillende bloemen. Doordat deze eigenlijk omgevouwen en gekrold is, ziet die gelijk heel anders uit dan deze die gewoon tegen elkaar aan is gedrukt. En ik hou persoonlijk veel meer van deze, omdat die net iets sierlijker is dan die bloem. Ik hoop dat jullie iets hebben aan deze video en bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.